En we zien gewoon dat we niet voldoende capaciteit meer hebben hier om mensen op een gedegen manier te werk te stellen. En daarom geen uitzicht meer op de gasten, strand en water voor de medewerkers van het hoofdkantoor. Want dit uitzicht is binnenkort voltooid verleden tijd. Hoewel de verleiding groot was om een centrale plek in Nederland te zoeken, was de directie het er unaniem over eens om toch in Zeeland te blijven. Never change a winning team, zou ik zeggen. Ik bedoel, we hebben heel veel personeel wat uit Zeeland komt, 90%, zelfs iets meer. En voor ons is, we hebben heel veel Zeeuwse parken, het merendeel ook. En van ons was het belangrijk om hier toch gevestigd te blijven. Dat heb ik bij mijn aanstelling gezegd enkele jaren terug. En dat proberen we nu ook te realiseren. Kunt u ook een belofte maken voor de toekomst dat het hoofdkantoor ook daadwerkelijk in Zeeland blijft? Nee, die kan ik niet. Ik bedoel, ik kan daar heel eerlijk over zijn. Op dit moment weet ik dat niet. Het is wel onze intentie natuurlijk. Als je zo'n heel groot pand gaat bouwen, wat toch een extreem groot pand zal zijn, dan is het ook de intentie om daar nog lang te verblijven. De verhuizing is niet alleen noodzakelijk vanwege het ruimtegebrek als kantoor op dit park, maar ook vooral praktisch voor het aantrekken van nieuw personeel die dit park in Kamperland te ver weg vinden. Nou ja, we hebben op dit ogenblik meer dan 300 vacatures, voornamelijk in de schoonmaak en de horeca. Gaan we die allemaal kunnen oplossen door daar te zitten? Waarschijnlijk niet, maar het zal wel zeker meehelpen dat we dicht bij openbare voorzieningen zijn, zoals een station en dergelijke. Want daar merken we toch dat dat een belangrijk heuvel is waar we nu tegenaan lopen. Die 300 horeca-vacatures en schoonmaakvacatures, ja, die heb je niet op het hoofdkantoor nodig. Nee, klopt, maar we kunnen wel centraliseren en van daaruit met shuttlebussen naar onze parken rijden. En daar, dat willen we eigenlijk gaan bewerkstelligen. Ik ga erover doorpraten met verslaggever Heiko Strietman in Goes. Heiko, het kantoor moet komen op de plek waar jij nu bent, hè? Klopt, hier achter me, langs de A58, vlakbij de nieuwe op- en afritten van Goes. En daar heeft het kantoor bewust voor gekozen. Want nu zitten ze verstopt in Kamperland, bij een van hun parken. Ja, dan ben je niet zichtbaar. En ze wilden echt gaan voor die zichtlocatie. Nou ja, en hier langs de A58, waar duizenden auto's per dag langskomen, heb je dat natuurlijk. En daarbij is het ook makkelijk bereikbaar voor personeel. En hoe groot wordt dat kantoor daar? Plusminus ruimte voor 400 medewerkers. Je moet je voorstellen, op het hoofdkantoor in Kamperland nu zitten 210 medewerkers. Nou, dan heb je nog een soort kantoor in Middelburg zitten, daar zitten zo'n 100 medewerkers. Die kunnen hier straks allemaal in. Dan is er nog wat ruimte, maar er zijn ook nog een wat vacatures open. Dus dat komt wel goed. Ze willen in ieder geval nog een klein beetje groeien en die mogelijkheid hebben ze dus hier. Al zal het voor de medewerkers uit Kamperland wel even wennen zijn hoor, want die hebben daar uitzicht op water, op strand. En hier? Hier hebben ze uitzicht op asfalt en rijden de auto's. Ja, inderdaad een totaal ander uitzicht. Dus laten we eens eventjes terug in de tijd gaan. Ruim 50 jaar geleden, hoe het allemaal begon. Het begon in 1965 met een tent op een eenvoudige camping van de familie Kortekaas. Camping Roompot in Kamperland. Een boerengat in het Noord-Beveland van de jaren 60. Niet per se de eerste keus van toeristen toendertijd. Nee, die gingen vooral naar plekken met aanzien, zoals Katzand, Domburg en Renesse. Maar dat veranderde door deze man, Henk van Koeveringen. Hij trouwde de dochter van de familie Kortekaas, begon te ondernemen en bouwde zo aan de groei van Roompot. We werden allemaal steeds rijker en we wilden steeds meer luxe. En toen zijn we dus in het onroerend goed terechtgekomen met Roompot Marina als eerste project. Parken bijgekocht. Ja, en vanaf dat moment waren we wel een groot bedrijf eigenlijk. En zo ontwikkelde het concern zich de afgelopen decennia. Er kwam Roompot Care, waaronder het dialysecentrum in Kamperland valt. Dat werd in 2001 nog bezocht door de toenmalige prins Willem-Alexander en zijn verloofde Maxima. Inmiddels groeit het Zeeuwse bedrijf door onder leiding van Jurgen van Kutsem, met parken en luxe resorts in binnen- en buitenland, maar met het hoofdkantoor dus straks in Goes. Heiko, tot slot, wat gaat er eigenlijk gebeuren met het oude hoofdkantoor? Nou, in 2019 moet het nieuwe hoofdkantoor hier dus staan. En dan willen ze het oude kantoor om gaan bouwen tot opslagruimte en woningen voor stagiairs die bij het bedrijf stage lopen. En in de loop van de komende jaren hopen ze dan dat af te breken en daar vakantiewoningen te bouwen. Het in ieder geval toe te voegen weer aan het park. Heiko, dankjewel.